Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Ik ben Marilisa en dit is... Brooke. En wij gaan vandaag onze boodschappen laten zien voor deze week. Het is vandaag tweede paasdag. En ik kon gewoon een boodschappenmoment vinden. Echt waar. Dus we hebben niks eigenlijk echt voor Pasen. Ja, het avondeten voor vanavond. Maar we gaan niet heel veel bijzonders doen. We zijn gewoon het gezinnetje. Maar we mogen wel paaseieren zoeken binnen. Want buiten kan niet, want buiten is zijn koud en beweeg je nat. Ja, dus we gaan lekker binnen paaseieren zoeken. Dat komt helemaal goed. En ik wil even een mandje laten zien. Oh ja, oké. Maar goed, ik heb dus de boodschappen besteld. Het was €150,80, dus we gaan er gewoon doorheen. We hebben een konijnenmandje, die heb ik. Mm-hmm. Ik heb de konijnenmandje en lopen met deze. Wauw, super cool. Maar dit is de boodschappenshoplog, niet de weekvlog. Als je meer daarvan wil zien, dan moet je de weekvlog kijken. Ik heb dus voor €150,80 besteld, echt superveel. Dan komt het niet alleen omdat ik speciaal voer heb gekocht voor Donna's, ligt daar in het hoekje. Want de brok eet niet zo heel erg goed op. En het vlees van Boris vind ik nog een beetje tricky. Zit er best wel flink een stuk pot in. Dus ik heb voor haar eten gekocht. Maar ik had ook gewoon een aantal receptjes opgezocht. Dan heb je toch wat meer ingrediënten nodig. Dus we gaan er gewoon weer doorheen. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. En als er linkjes zijn en receptjes, zet ik hier erbij. Tot altijd wil ik jullie vandaag deze video een duimpje omhoog te geven. Als je deze video's leuk vindt, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Het hele aanrecht staat weer vol. We gaan hier gewoon beginnen, want met wat we vanavond eten. We eten vanavond lekker asperges met plakte beenham, gekookte eieren, krieltjes en een Hollandaise sausje. Ze hadden geen zelfgemaakte zakjes meer, dus het is een pakje geworden. En we gaan niet zo heel veel asperges, want die kinderen vinden dat niet heel erg lekker. Krieltjes vinden ze wel lekker, dus daar heb ik extra veel pak van. En beenham en eieren altijd wel gaan. We eten een keertje slavinkjes die nog steeds in de vriezer liggen, met broccoli. En gekruide krieltjes. We eten morgen Thaise woknoedels of Japanse woknoedels. Ik had een receptje van gevonden. Had je taugeven nodig, wokgroenten, bosuitje, een beetje kip. Een gedeelte van deze kip gaat ook voor een ander gerecht gebruikt worden. En natuurlijk de woknoedels. We eten een keertje dus paella. Hier heb ik de andere helft van de kip voor nodig. Met garnalen en dan de kip en een beetje tomaatjes. En paprika ligt er ook nog bij. Ik heb heel veel paprika. Maar er was twee halen nog wat aanbieding, dus ik heb voor volgende week alvast kip tandoori besteld. Kan ik dan de volgende keer de dingen die je daarvoor nodig hebt bij bestellen. We eten een keertje een plata met paprika, ui en olijfjes. Dan heb ik ook een beetje crème fraîche voor nodig. Ik denk dat ik ergens anders ook nog crème fraîche voor nodig heb, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. We eten natuurlijk een keertje friet met snacks. Op vrijdag komt mijn moeder, dus ik verwacht dat mijn moeder dan iets meeneemt. En zo niet, dan eten we iets makkelijks. En dat was het. Ja, zijn we er al door het avondeten heen. Ook natuurlijk wat gerachte kaas op de plaattaart of voor bij de asperges of maar noem maar op. Zullen we even stapje voor stapje doen? Weet je wat dit is? Dit is een carpaccio, die heb ik besteld voor mijn werk eigenlijk. Ook hier was het tweede halve prijs, dus ik heb er twee besteld. Ik moet deze week best wel veel werken. Het is natuurlijk lekker tussendoortje voor Pascal, ook voor de lunch. Ik heb dus wokolie besteld, omdat we natuurlijk die Japanse woknoedels gaan maken. Mayonaise heb ik. Ik heb paprikaatjes. Ik heb gewone eierslaan. Die kan wel al een stuk aan. Maar ja, voor mijn salades ook. Paprikaatjes. Ik heb wat extra van deze dingen besteld. Karamelpuddings. En van deze. Ook omdat dat gewoon... als ik echt de hele dag aan het werken ben, is het lastig voor mij om aan proteïne te komen. Dus dan stelt misschien een lekker tussendoortje. Lekker veel komkommers, want dat doen ze tegenwoordig als tussendoortjes of op hun brood, noem maar op. Ik heb veldsla. En dat heb ik eigenlijk, en de gewone ijzerslaan, dat is natuurlijk niet genoeg voor de hele week. En deze blijft wat langer goed. Die heb ik eigenlijk besteld voor mijn lunch. Want ik heb ook een lekker lunchreceptje gevonden. Namelijk bietenwraps met avocado, zalmflakes en dan veldsla en komkommer. Dus dat is helemaal lekker. Kaas voor ons, kaas voor Brug. En boterhamborst voor gewoon de boterhammen. Ik heb ook de kwark meegenomen, dus lekker voor na het avondeten. En er zit ook lekker veel eiwitten in. Dus dat gaat helemaal goed. Hallo. 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 Brukje, weet je nog wat dit zijn? Wil jij dit stukje eens even vertellen? Dit weet je allemaal wel, denk ik. Wat hebben we allemaal? We hebben... Bagels. Rozantjes. Om lekker zelf te maken. Heel veel. Honden eten, omdat ze twee honden en bos iets veel... Maar Donna en niet zoveel. Nee, Donna en niet zoveel. Donna hebben we nu deze. Dus hebben we de smuldier
pens met vlees compleet en de volledige dierenvoeding vlees compleet. Daar heb ik gewoon een dubbele verpakking van. Koekjes. Smoeltjes, lekker voor naar school. En blauwe bussen hebben we. We hebben bananen. Ja, lekker. We hebben twee van deze pakken. Druiven. En we hebben appels. Die hadden we al. Ja, en die mandarijnen hadden we ook al. Dus het enige wat ik dan nog moet laten zien is deze. Die is gesneuveld. Dus hier moet ik eventjes een fotootje van doorsturen naar de Jumbo. Want die, kijk, die komt zo vies uit de tas. Eeuw. Vies, hè? Maar wel weer een heleboel boodschappen die mama kan opruimen. Gaan we daar ook bij helpen? Ja. Goed zo. Maar dat was het voor deze boodschappenshopvlog. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Zoals altijd wil ik jullie vragen een dikke duim omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. De boodschappenshopvlog komt in ieder geval altijd op vrijdag. Helemaal goed. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot de volgende keer. Doei doei.